Hi, Merry Christmas. Ik dacht, ik maak een video met een beetje een kersttintje, aangezien het tweede kerstdag is. Heb ik eerder opgenomen natuurlijk. Waarom jij kijkt, snap ik ook niet. Ga wat leuks doen. Ik wil je wat vertellen over kerstliedjes. Je weet misschien wel dat als je een goede songwriter bent, je heel erg veel geld kunt verdienen met een goed kerstnummer. Volgens mij heb je er dan echt maar één te schrijven in je leven. En loop je dan gewoon helemaal binnen. Ik heb een paar klassieke kerstnummers voor je opgezocht om te kijken hoe dat eigenlijk juridisch nu zou zitten. Want je hebt natuurlijk wel auteursrecht nodig op zo'n liedje om daar dat geld mee te kunnen verdienen. Dus wie worden er nu nog rijk van sommige oudere kerstnummers? Wat ik nou best een leuk, wat klassieker nummer vind, is Santa Claus is Coming to Town. Dat is in 1985 geschreven. Nou, dat is leuk, maar daar is het auteursrecht dus nog niet op verlopen. Want het auteursrecht duurt in elk geval tot 70 jaar na de dood van de maker. In elk geval als we het naar Nederlands recht beoordelen. En dat doe ik nu eventjes met al die nummers. Al mijn voorbeelden, bijna al mijn voorbeelden, zijn afkomstig uit Amerika. Ja, daar werkt het auteursrecht weer een beetje anders en steeds allemaal wijzigende regelgeving gehad. Je kent het misschien wel van voorbeelden van Disney. Maar in Nederland geldt de regel auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de maker. Nou, Santa Claus is Coming to Town, 1985. Jammer dus. Wist je dat Jingle Bells eigenlijk Horse Open Sleigh heten? Het is dat we het zo kennen van het deuntje, hè? Jingle Bells, Jingle Bells. Nou, je moet mij niet laten zingen. Maar dat is dus echt al een oud nummer. Jingle Bells is geschreven in 1857 en de songwriter daarvan is overleden in 1893. Nou ja, daar rust dus geen auteursrecht meer op. Niemand meer die daar nog rijk van kan worden. Nou ja, uitvoerende artiesten misschien nog wel. Die hebben dan niet op basis van het auteursrecht, maar op basis van het naburig recht nog wel een klein beetje recht op die specifieke uitvoering. Maar daar word je dan weer niet meer rijk van. Kennen jullie de songwriter Johnny Marks? Nou, ik had er eerlijk gezegd nog helemaal nooit van gehoord. Maar hij was gespecialiseerd in kerstliedjes. Overleden in 1985. Ja, jammer dus. Op al zijn liedjes, zoals Rudolph the Red-Nosed Reindeer, daar rust gewoon nog auteursrecht op. Daar betalen we dus voor als we dat luisteren op de radio. Ongeacht door wie het is uitgevoerd, ja, hij is de songwriter, dus voor elke uitvoering krijgen zijn erfgenamen nog steeds geld. Van het nummer Winter Wonderland, dat je misschien ook wel kent, daar hadden we iemand die de tekst schreef en iemand die de muziek heeft gemaakt. Die laatste is in 1944 overleden. Dus sinds 2015 is daar, ja, naar Nederlands recht, het auteursrecht op vervallen. Nou, wordt gratis luisteren dus. Nou ja, niet helemaal gratis vanwege die uitvoerende artiesten die misschien later daar nog versies van gemaakt hebben. Dan moeten we daar misschien nog een beetje voor betalen. Maar in elk geval dus niet voor de tekst en de melodie op zich. Nou, van de kleuterschool ken je misschien nog wel het liedje O Denneboom. Vertaling van een Duits liedje waarvan de melodie eigenlijk al uit de 16e eeuw stamt. Maar toen met een hele andere tekst. De kersttekst, die stamt uit de 19e eeuw. Nou, ook daarvan is inmiddels de tekstschrijver overleden, meer dan 70 jaar geleden. Ik zou bijna zeggen uiteraard als dat nog in de 19e eeuw is geweest. Maar goed, mooi dus, want ook dat liedje kunnen we dus vrolijk met z'n allen zingen en luisteren zonder inbreuk te maken op auteursrecht. Je kunt er dus ook andere teksten van maken, de melodie gewoon gebruiken om daar misschien wel weer een hele andere tekst op te schrijven. Ga je gang, inbreuk zul je niet meer maken. Hoef je dus niks meer voor af te dragen. En dan nog een allerlaatste, Let It Snow. Of eigenlijk het liedje Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Want 3 keer is de officiële titel. Daar is het auteursrecht niet van vervallen. Maar misschien wel een heel grappig feitje. Het is in 1945 geschreven tijdens een hittegolf. Ik denk dat ze gewoon heel erg veel behoefte hadden aan een beetje sneeuw. En dat daar dat liedje vandaan is gekomen. Ik weet niet welke liedjes jij vandaag luistert.
Maar nou ja, nu weet je een beetje waar je nog voor betaalt. En welke je gewoon gratis kan luisteren. Misschien dat daarom soms op de radio bepaalde liedjes ook wel vaker voorkomen dan andere. Nog een hele fijne kerst en tot 2018. Bye!